We zijn eigenlijk in een hele korte periode geconfronteerd met veel buxussen die dood zijn gegaan, kaal zijn gevreten. Niet elke buxus die kaal gevreten is, is direct dood. Alleen de buxusmot heeft in een proces dat hij eigenlijk 3 keer per jaar heb je een proces van eieren, rups, vlinder. En dat betekent dat het naarmate het jaar vordert dat het erger wordt. En eigenlijk in een tijd van 2-3 weken heel veel beplanting totaal kaal gevreten is. Waar komt die buxusmot vandaan? De buxusmot, men zegt dat die van het Aziatische komt. Omliggende landen hebben al wel eens eerder overlast gehad van de buxusmot. Vorig jaar was het in de omgeving Utrecht, bij Vleuten, was die nadrukkelijk aanwezig. En eigenlijk wat we hier nu zien, hebben wij in Almelo eigenlijk nooit in deze mate geconstateerd. Ja, want in Almelo zijn er niet zo heel veel buxusplanten meer die niet aangetast zijn. Nee, dat klopt. Eerst denk je dat het alleen op je begraafplaats speelt. Maar op het moment dat er meer bekendheid aan wordt gegeven, hoor je ook van mensen in de stad dat eigenlijk alle buxushaagjes zijn aangetast. En wat gaan jullie nou doen met die planten? We gaan ze in ieder geval verwijderen. En er komt nog een advies van de plantenziektekundige dienst. Die dus aangeeft of we ze mogen afvoeren en elders laten verbranden of dat je het eventueel nog ter plekke mag verbranden. Maar daar zitten dan nog allerlei vergunningeisen aan vast. Ja, want dat is waarschijnlijk de beste methode om te doen, om te zorgen dat die eitjes ook niet meer verder kunnen? Ja, om het echt te beperken zou je ter plekke moeten verbranden. Alleen, goed, we hebben in Nederland ook met elkaar afgesproken dat we een aantal maanden per jaar in de openbare ruimte niet branden. Dus heel veel dingen hebben met elkaar te maken. Maar wil je deze rupsen en deze eitjes weg hebben, dan is eigenlijk het beste om ze ter plekke te verbranden.